In de vorige video's hebben we vooral gekeken naar uh, wat de opkomst van Hitler betekende voor uh, Duitsland zelf. Maar die historische context heet natuurlijk Duitsland in Europa. En daarom gaan we nu ook eens kijken naar de buitenlandse politiek van Hitler en de naties. En wat voor gevolgen dat dus had voor Europa. We staan stil bij de conferentie van München, en dat is een soort opmaat naar het uitbreken van de Tweede Wereldoorlog. We hadden eerder al gezien dat Hitler dus levensraam wilde hè, voor het Duitse volk. Er moest een groot Duits Rijk ontstaan. Maar hij streefde ook naar autarkie voor de Duitse economie. Hè. De, de, dat grote Duitse Rijk, dat, dat moest helemaal in zijn eigen behoeften kunnen voorzien. En daarom was dus heel sterk gefocust op de economie. En we zagen in de vorige video ook al: dat dat zorgde voor een daling van de werkloosheid, zoals je hier ook weer in deze grafiek ziet. Dat er dus heel erg ook geïnvesteerd werd in bijvoorbeeld de auto-industrie, om mensen meer aan het werk te krijgen, maar ook om uh, de economie. Weer sterker te maken en het land weer sterker te maken. En ja, dat heeft ook zijn weerslag op de buitenlandse politiek van de nationaal socialisten. En uh, tot 1939 is die buitenlandse politiek van Hitler uh, het volgende: wil hij dit bereiken, namelijk aansluiting van Duitsstalige gebieden bij uh, Duitsland. En dan gaat het dus met name om Oostenrijk en om uh, delen van Tsjechië. Oostenrijk is natuurlijk heel Duits-talig. En in uh, Sudetenland en andere gebieden van Tsjechië. Ja, daar woonden ook heel veel uh, mensen die uh, als eerste taal Duits hadden. En dat waren in de ogen van Hitler dus ook Volksduitsers. Die moesten bij dat grote Duitse rijk komen. Ja, en de andere landen in Europa zien natuurlijk dat Hitler probeert om Duitsland uit te breiden. Hoe reageren zij daar dan op? En ja, dan moeten we met name kijken naar uh, Groot-Brittannië, want dat is op dat moment toch wel dé grootmacht in Europa. En die reageert erop door middel van de zogenaamde appeasement-politiek. En dat houdt eigenlijk in dat ze kosten wat kost oorlog willen voorkomen. Denk even terug in die Eerste Wereldoorlog, waar we deze historische context ook mee begonnen. Die is op dat moment, ja, is die, is die, uh, is die, ligt die nog vers in het geheugen. En ja, die heeft heel veel slachtoffers gemaakt. En er zijn landen nog steeds van aan het bijkomen. En ze hebben gezien wat voor uh, verwoestingen en wat voor ellende dat op kan leveren. Dus de Britse regering wil, koste wat kost, een nieuwe grote Europese oorlog voorkomen. Ja, en hoe zorgen ze daar dan voor? Nou, door Hitler te appeasen. Hè. Het middel was toegeven aan de eisen van Hitler. En dit plaatje maakt dat heel erg duidelijk. We zien er allemaal gevaarlijke nationaal-socialistische draken. En daar staat dus de appeaser in het midden met lollies in zijn hand. En die zegt dan, oké okay, draakjes, nog één lolly en dan gaan jullie lekker naar huis toe. Toch? Nou, ik geef ze iets, dan zijn ze wel tevreden en houden ze op met zeuren. Het is een beetje hetzelfde als dat ik met mijn kinderen naar de supermarkt zou gaan. En dat zij dus ook die lolly willen. En dan, dan kan ik twee dingen doen. Dan kan ik zeggen van, nee, je krijgt geen lolly of je krijgt geen ijsje of weet ik veel net wat. Maar dan kunnen zij blijven zeuren. En dan kan ik voet bij stuk houden. Of ik kan op een gegeven moment ook denken van, oh, ik heb geen zin meer in dit gezeur en dit gehuil. Weet je wat, ik geef ze die lolly of ik geef ze dat ijsje. En dan zijn ze in ieder geval weer even stil. Dan zijn ze tevreden. Dat is de appeasementpolitiek in de kern. Maar ja, zoals ik bij mijn eigen kinderen ook weet en uh, zoals wij misschien ook wel zullen gaan zien en we weten hoe de geschiedenis verder loopt, uh, met één lolly, met één ijsje zijn mensen even tevreden, maar later willen ze weer iets anders en dan beginnen ze daar weer over te zeuren. Dus dat was eigenlijk ook het geval bij deze appeasementpolitiek. Maar goed, het voorbeeld van die appeasementpolitiek was de conferentie van München, die in 1938 plaatsvond. En die ging over die Duitsstalige mensen die in Tsjechoslowakije woonden. In dat Sudetenland, hè, wat we hier op de kaart ook zien, die gele gebieden. Uh, Hitler wil dat dat Sudetenland zich bij Duitsland aansluit. Want daar wonen volksduitsers, zegt hij. Die spreken Duits, die horen bij de Duitse cultuur, die horen dus gewoon bij Duitsland. En hij, wil hij eist dat eigenlijk gewoon van de Tsjechoslowaakse regering. Nou ja, en dan uh, wordt dus een conferentie wordt er, uh, gehouden. waarbij de Tsjechoslowaakse regering zelf niet aanwezig is. maar uh, een aantal Europese grootmachten wel, Duitsland natuurlijk. Uh, maar ook uh, de, de leiders van Italië, Mussolini, een fascist die aan de kant van Hitler stond. Uh, Frankrijk en Groot-Brittannië. De grote afwezige op dat moment is uh, Stalin van de Sovjet-Unie. Ik vindt het ook niet tof dat hij niet is uitgenodigd. Maar goed, die mag niet mee uh, beslissen erover. En uiteindelijk is de uitkomst, je kunt het al raden: appeasementpolitiek. Hitler vraagt hier om een lolly in de supermarkt. Ik wil die Sudetenland-lolly. En de andere landen die zeggen: Weet je wat, laten we hem dan ook maar dat Sudetenland geven. Als hij dan maar belooft dat hij de rest van Tsjechoslowakije niet inneemt. Dus oké, okay, hier heb je nu je lolly, maar nou moet je ook ophouden met zeuren. En dan gaan we daarna gewoon naar huis. Dat is een beetje eigenlijk het idee. En dat zat hier dus ook heel erg achter. Maar uh, ja, de vraag is hoe lang de andere grote landen in Europa daarin mee blijven gaan. En daar zullen we in de volgende video eens naar gaan kijken.